stinkt heel erg, maar ik vind toch, als ik een steenhouwerij inloop, dan is het mij een beetje thuiskomen. Waarom stopt hij hier? Nou, omdat ik te laat ben opgestaan en ik moet nogal vroeg de deur uit. Ik heb iets te weinig eten bij me en ik denk, ja, als ik daar de hele dag moet zitten, dan haal ik even een broodje. Waar ga je naartoe? Mijn bouwcollega belde, ik moest een gummetje halen voor sanitair. En dat ben ik net in Den Bosch wezen halen en nu onderweg naar een badkamer om die te voorzien van een nieuw plafond. En wat doe je dan precies? Nou, ik heb een natuursteenbedrijf, dus in principe leg ik vloeren van natuursteen. Maar de afgelopen jaren is dat een beetje uitgegroeid tot het verbouwen van complete woningen. En hoe kom je in de natuursteen terecht? Ja, echt gewoon bij toeval. Ik was de P&O zat. Ik zag een vacature bij een natuursteenbedrijf als rechterhand van. En toen dacht ik, nou, het klinkt wel leuk. Ik ga daar eens kijken. En toen werd ik zo gepakt door het product dat ik dacht van, dat ga ik doen. En waarom werd je dan gepakt door dat product? Ja, ze zeggen wel eens dat natuursteen in je bloed gaat zitten. Wat is dat dan? Ja, toch het rauwe, zeg maar. En als je dan wat gaat doen, dan wordt dat mooi. Dan gaat dat glimmen, krijgt dat kleur. De variaties. En ook de geur. Het stinkt heel erg. Maar ik vind toch, als ik een steenhouwerij inloop, dan is het mij een beetje thuiskomen.